als provincie Flevoland belangrijk om te laten zien dat de eiwittransitie kan, dat het mogelijk is. En daarom zetten we verschillende eiwitten in de hoofdrol. Om per eiwit te laten zien hoe wordt het geteeld, wat gebeurt er vervolgens mee en wat kan je er eigenlijk van maken. Dat iedereen, van consument tot met boer, elkaar ontmoet en dat we samen laten zien, dit is de lekkere sojaboon, dit is hoe die groeit, dit is wat we lekker mee kunnen eten. Ik kan niet kiezen tussen de drie dingetjes die ik heb geproefd. Ik vond het allemaal zo lekker. Vanuit de voedselverwerkende industrie zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe ingrediënten. We gebruiken ook het liefst biologische producten, het liefst lokaal geteelde producten. Om te weten wat er voor je en na je in de keten speelt. Dus aan de telende kant en aan de consumentenkant. En ik denk dat dat allebei vandaag aan bod is gekomen. Dus dat is leuk. Deze workshop indrukwekkende sojabonen is helemaal geslaagd. Het doel was natuurlijk om de hele keten in beeld te krijgen. Van telen, hè, vanaf het land tot aan de consument. Met het doel wat de provincie Flevoland met Growing Green Proteins heeft, is het helemaal geslaagd. Ja, de workshop heeft me zeker geïnspireerd. Want ja, je hoort zoveel over de sojaboon, je ziet het ook tegenwoordig veel meer. Maar hè, de achtergrond weet je niet. En ja, nu weet ik veel meer waar het vandaan komt en wat het doet. En vooral hoe je er creatief mee kan omgaan om het lekker te maken. En voor jezelf, ja, dat je ervan kan genieten ook.